We zagen net Ajax al dat lukt al niet. Nee. Bij Feyenoord ook niet. Hebben die Seruki nodig om dat net even dat verschil te maken op dat middenveld? Of wat denk jij? Nou ja, ik denk dat Feyenoord wel zoiets heeft van nu... Het gaat lastig bij Ajax, gaat lastig bij PSV. We willen even een extra kracht op het middenveld erbij. Ja. Extra kwaliteit om voor die titel te gaan. Want ja, als die er is, dan is die er nu wel. Ja. Dus ik snap wel dat zij voor Seruki willen gaan. Maar met bonus en doorverkoop zouden ze nu op ongeveer 8 miljoen zitten. Ja. Of heb je nog nieuws van het front misschien toevallig? Nou ja, dat is het probleem. Hè. Het is een beetje het financiële, dat is het probleem. Het schijnt dat ook dat het te maken heeft met wat bij Feyenoord moet nog wat binnenkomen. Van de verkochte spelers die in delen, dat is tegenwoordig ook. Maar ja, daar kan Twente niet op wachten. Want als die een speler verliezen van dit kaliber, dan zullen ze er een terug moeten halen. Ja, en als dan daar geen geld voor is, ja, dan is dat lastig. Hè? Want Twente wil ook gewoon Europees voetbal halen. Dus daar ergens zit het verschil. Maar ja, hij heeft zich ook... Ziek gemeld. Ja. Dus dan... Griep. Nou, griep. Maar het is wel griep, hè? Dat zie je ook in deze studio vanavond. Ja. Griep. Ja. Allemaal griep. Deze mensen zien nog gezond uit, gelukkig. Nee, maar Wilfred. Die kan niet. Ik heb ik meen het oprecht. Ik heb mijn hele leven lang... tenminste, mijn hele leven lang. Ik heb heel lang gevoetbald. Ja. Ik ben nog nooit één dag ziek geweest. En als je ziek bent, ga je gewoon melden bij de club. Ja. Goeie paracetamolletje. Dat hoort er gewoon bij. Ik bedoel, je gaat gewoon naar de club. En je meldt je eigen. Toch? En dan gaat de dokter tegen jou zeggen dat je... Alleen maar om dit soort dingen te voorkomen. Maar dit is wel heel frappant dat het juist nu op dit moment is. Maar ja, hij wil het gewoon afdwingen. Hij had van de week al een post op social media. Ja. Hij wil hem afdwingen. Nou ja, geef die jongens ongelijk. Die kan naar Feyenoord, die kan in de Kuip voetballen. Volstaan, die kan voor de titel gaan voetballen. Ja. Ja, ik had precies hetzelfde gedaan. Dat contract loopt. Dat deed je nooit. Hoe lang loopt dat contract nog? Weet je dat? Weet je, hoe lang loopt dat contract nog voor de jongen? 2025. Ja. Nou, dan krijg je aan het eind van het seizoen krijg je dat geld toch ook wel als je Twente bent? Mm-hmm. Voor hem? Niet? Ja, maar volgens mij... maar jij weet, Wim, er kan van alles gebeuren in een half jaar. Ja. Ja, als je daar vanuit moet gaan. Ja, maar daar gaat zo'n speler toch niet van. Daar ga je toch niet als speler, wil je toch... Ja, als het moment wel. Er is, als speler dan wil je toch. Als speler wel. 2024 horen we nou, het gaat al omlaag. Dus, okay. Hè? Ja, nee, maar die jongen wil gewoon. Klaar. Ja. Weet je, en... Ja, die gaan heus echt wel een deze dagen tot een oplossing komen. Ja. Wat moet Twente met zo'n jongen die niet meer wil voetballen? Toen je wegging bij Ajax, was je ook ziek opeens? Nee, ik was niet ziek. Ik heb het wel gezegd. Ja. Letterlijk van, luister, ik ga niet voetballen. Ik wilde naar Real Madrid. Ja. En nu is Feyenoord geen Real Madrid. Maar voor die jongen wel een hele grote stap. Dat lijkt me ook een fantastische dus stap. Ik snap wel dat hij daar alles aan gaat doen om die transfer af te dwingen.